Mijn naam is Ilse Schapenonk en ik ben programmamanager van Werken in Verbinding. De renovatie van ons nieuwe stadhuis is echt een megaklus geweest. Het was leuk, maar soms ook echt moeilijk en pittig. Het heeft van ons ook gevraagd dat we hebben gekeken hoe je zo'n team dat gaat doen, inricht. En door de wijze hoe wij het hebben gedaan, ontdekten wij dat wij heel veel mensen in huis hebben die een rol hierin konden vervullen, doordat we het klassieke functieprofiel los hebben gelaten. We hebben een aantal sessies gehouden. In die sessies zijn we gaan kijken wat is iemands talent, wat is elkaars talent, waar krijg je dus energie van en minder energie. Vervolgens hebben we de rollen benoemd die we in de teams nodig hebben en hebben we iedereen gevraagd vanuit hun talent en kennis en kunde om daarop in te schrijven en hebben we zo het gesprek gevoerd in plaats van een traditioneel sollicitatiegesprek. In die sessies deden zowel managers als medewerkers mee. Dat maakt het kwetsbaar, maar ook heel transparant, omdat iedereen de kans kreeg om vanuit zijn eigen talent deel te nemen aan dit team. Ja, want ook ik als manager deed mee en ook tegen mij werd verteld wat mijn talenten zijn. Iedereen stelde zich kwetsbaar op, want het is niet alleen maar hoezanne. Hè? We hebben ook kritisch gekeken naar van je benoemt dat voor jezelf wel als een talent, maar wij zien dat nog niet. En iemand kan iets wel goed kunnen, maar er niet blij van worden. Dus we hadden iemand in het team die heel goed kan schrijven. Vanuit zijn competenties kan hij dat heel goed, maar wordt er niet heel gelukkig van. En het effect was dat iemand anders opstond die zei, ja, maar ik kan ook heel goed schrijven, maar jullie kijken altijd naar die persoon. En ik durfde nooit op te staan. Dat ontstaat ook, zeg maar. Dat was ook inzicht voor niet alleen voor medewerkers onderling, maar ook voor managers. Van wat doe je eigenlijk in een team, hè? En je zit er heel veel gewoontes in, maar hoe doorbreek je dat? Het creëert een bepaalde openheid, waardoor je al van begin af aan werkt aan de groepsdynamiek op een soort natuurlijke manier. Het geeft ook positieve energie, want je begint heel erg van wat kan je goed. Ik heb nog nooit zo'n vlotte werving gehad in mijn hele carrière. Er was veel minder onvrede onder de medewerkers, omdat ze mochten kiezen welke rol ze gingen vervullen. Dus ze waren ook niet teleurgesteld dat ze een rol niet kregen. Je ontdekt nieuwe talenten in je medewerkers, maar je weet als manager ook heel goed wat je nog tekort komt. Het effect is een team wat heel evenwichtig was, wat elkaar goed aanvult, maar dat voor de managers ook duidelijk werd, wat heb je niet in je team. Wij hebben heel veel doeners. Een doener is geen stukkenschrijver. Ik wil de hele tijd aan die doener die bezig blijven vragen, maak nou dat stuk, of je kunt ook erkennen dat het er niet is en de schrijfcapaciteit organiseren. En dat hebben we gedaan. En daardoor gingen we als team ook naar een hoger niveau. Als ik je een advies mag geven, kies voor zo'n aanpak. Je zult zien dat je zoveel talenten in je eigen huis hebt.